Historische dag vandaag. We gaan genieten op dit oude terrein van Hermes DVS. Van de laatste Hermes tegen SVV. Dat was vroeger natuurlijk een toppetje. Voor mij Wil van Wijk, oud voorzitter. Uh, u bent begonnen op dit complex. Hoe ging dat vanaf de Damelaan? Ja, nou dat was een hele geweldige gebeurtenis. Want uh, ik kan me herinneren, nou, dit was één grote kale vlakte. Met hier en daar een boom. En de, de oude tribune van de Damelaan, dat vergeet ik ook nooit. Uh, die werd overgeplaatst naar dit complex. Uh, we hadden kleedkamers en een van de kleedkamers... Nee, nu destijds het urinoir. Daar werden de consumpties verkocht, want een clubhuis hadden we nog niet. Uh, en zo zijn we begonnen. Eigenlijk de, de eerste periode alleen cricket. Uh, in de, met, met een zitplaats bij de, uh, met de, oude, met de oude dierenasiel helaas. En uh, ja, dat was het dan wel. En één grote kale vlakte. Als je dat nu vergelijkt met wat het nu is. Uh, ja, het is 60 jaar geleden. Ja, het is niet zo'n echt park. Nou ja, nu niet meer zo. Want uh, de, de afbraak is in volle hevigheid bezig, maar... Uh, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat Hermes de Weer straks een prachtig nieuw complex krijgt. En als je een kijkje gaat nemen, dan zie je al de, de, de contouren van het clubhuis in volle hevigheid losbarsten over het nieuwe complex. En het wordt echt wel mooi. Maar ja, het is natuurlijk weer een stukje historie wat weggaat. Hè? Nou, eerst de Damlaanperiode. Nu... Wat was nou kenmerkend van die Damlaan periode? Want oudere Schiedammers hebben het er nog over. Ja, het kenmerkende van de Damlaan is... Uh, ik heb er zelf niet, niet gespeeld. Ik, ik zou daar net gaan spelen met klikkers. En uh, met voetbal was ik niet zo erg bedreven, dus dat was niet aan mij besteed, maar met cricket dus wel. Het, het, het feit dat het veld was waarvan één kant gebold werd, de intimiteit van het veld, de molens op de achtergrond, nou ja, en dan de damelaan waar dan als de wedstrijden waren werden de jute doeken gehangen, want je mocht per se niet kijken. en, en daar was het altijd druk. De overdekte tribune met de Koen in de buurt. Ja, het was een heel intiem veld. Zo herinner ik me nog steeds. En ik kan me dus voorstellen, en dat heb ik zelf ook wel, dat ik nog steeds met veel plezier terugdenk aan die oude Damelaan. Ja, het is niet voor niks dat in de, in de, de huidige tribune nog steeds staat Damelaan. En dat bord gaat ook mee naar het nieuwe complex. Even over die periode hier. Toen begon Hermes betaald voetbal te spelen, tweede klasse. Even ter herinnering, dat is niet zo prettig afgelopen toch? Nou nee, uh, op een gegeven moment besloten de KNVB dat, uh, dat Hermes EVS niet uh, waardig was om te blijven spelen in het betaald voetbal. En met nog een aantal andere clubs, volgens mij was dat ook Fortuna Vlaardingen en AGOVV en, en Volenwijkers, ja, die moesten eruit. En, en nog steeds is het een raadsel waarvoor wij destijds eruit moesten. De enige reden die je kan verzinnen is dat ja, het was een overmaat aan betaalde voetbalverenigingen in deze omgeving. En misschien dat dat de oorzaak was. Was financieel duidelijk, dus niet. En ook prestatief was het geen slechte situatie. Nog steeds onbegrijpelijk achteraf, denk ik wel eens bij mezelf. Nou, misschien dat we wel goed zijn dat we gewoon terug zijn gegaan naar de amateurs. Daar eh, hoeven we geen spijt van te hebben. Ten slotte, toen je begon en nu, in hoeverre is Hermes DVS veranderd als vereniging? Nou, in de eerste plaats is het een vereniging geworden waar meer sport. Het is een omnivereniging geworden met rugby, tennis, scoors en cricket. En, en ja, we proberen... en straks in de nieuwe situatie wordt dat nog, nog nadrukkelijker... Eh, de rol van een speler in het maatschappelijke veld... Hè, zoals we dat zo mooi weten te zeggen tegenwoordig. En ik denk dat we die rol meer kunnen gaan invullen. Dus een fysiotherapeut, een buitenschoolse opvang komt er. Eh, er komen voorzieningen waardoor ook werk... misschien wel, een, we komen tot een BSO... waardoor ook kinderen huiswerkbegeleiding gaan krijgen. Het krijgt dus steeds meer een maatschappelijke functie. Eh, dat is altijd wel de bedoeling geweest... Maar maar moet niet vergeten, als je praat over welzijn, als je praat over onderwijs, ja, daar worden altijd wel financiële middelen voor beschikbaar gesteld. En eigenlijk moeten wij dit met vrijwilligers gaan doen. Maar die prans gaan we pakken. En straks met die nieuwe wijk en de nieuwe mogelijkheden, dan uh, zie ik de toekomst hem Hermes buitengewoon zonnig tegemoet.